Een van de zaken waar Nederland zich tijdens het Europees voorzitterschap voor inzet is open access. Door open access kunnen burgers en bedrijven waardevolle informatie delen en gebruiken. Hoe belangrijk is dat? En wat is het nou eigenlijk precies, open access? Open access. Geen idee. Nee, geen flauw idee. Weet ik niet. Dat iedereen toegang krijgt tot een bepaald... iets. Open access. Open access, wat is het nu exact? We vragen het aan Gerard Meijer, fervent voorstander van open access. Open access is het toegankelijk maken van kennis verkregen door wetenschappelijk onderzoek voor iedereen, zonder extra kosten. Het belang daarvan is dat deze kennis direct beschikbaar is voor burgers en bedrijven en dat het daardoor zal leiden tot snellere innovaties. Ik kan legio voorbeelden noemen. Zo hebben onderzoekers van onze universiteit een nieuwe klasse van bacteriën ontdekt die zeer efficiënt ingezet kunnen worden voor de zuivering van afvalwater. En door dit soort informatie sneller beschikbaar te stellen, kunnen bedrijven sneller nieuwe waterzuiveringsinstallaties ontwikkelen die duurzamer zijn, die efficiënter zijn, die energiezuiniger zijn. Hoe meer partijen inzetten op open access, hoe groter het succes. Daarom zijn de Europese onderzoeksministers op diverse locaties in Amsterdam bijeen om kennis te nemen van en te praten over dit onderwerp. De vraag die we vandaag op de tafel hebben liggen is: hoe maken we Europa sterker en vooral innovatiever? Heel nadrukkelijk op de agenda staat open access. Hoe zorgen we ervoor dat de kennis die we opdoen op universiteiten veel meer en veel breder worden gedeeld? Speciale gastspreker is Bill Gates, een groot voorstander van open access. Certainly at the academic level, we believe that publishing the information is very valuable. We hebben in Europa het allergrootste onderzoeksprogramma van de wereld. Daar gaat 70 miljard in om. Ja, als we daar goede afspraken over maken, hoe de kennis die daar wordt opgedaan breder wordt gedeeld, ja, dan maken we echt verschil. Open access kan zorgen voor meer innovatie en meer innovatie zorgt voor meer economische groei en meer banen. Maar ook in het klein heeft het grote voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de leraar die eindelijk toegang krijgt tot de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van didactiek. Iedereen profiteert van open access. Open access betekent een enorme impuls voor de innovatieve kracht van de Europese Unie. In het komend half jaar dat Nederland voorzitter is, blijft het dan ook een belangrijk thema op de agenda.